Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we nog felle witte bewolking boven Zeeland. Vanochtend om 6 en 7 uur vielen daar nog een paar stevige buien, evenals in het zuiden van Limburg, maar die buien trekken naar België weg. De rest van de dag blijft het overal droog. Er zijn een flinke zonnige perioden. En vanochtend is het al 23 graden en vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot plaatselijk 28 graden. De matige noordoostenwind die maakt de warmte wat dragelijker. Langs zee kan die aftoewinkkracht 5 worden. Dat is misschien net iets te veel op de stranden. Maar voor de geoefende watersporter is het een heerlijke bries. Overnavond blijft het nog lang aangenaam weer. Halverwege de avond is het een graad of 24. Morgen wordt de lucht iets onstabieler. Er is dan een kleine kans op een bui. Het is echt minimaal. Dus lokaal een bui. De meeste plaatsen droog weer en geregeld zon. Temperaturen opnieuw boven de 25 graden. Donderdag maakt de oostgrens kans op een bui, maar de rest van het land is het droog. En ook vrijdag en zaterdag kan er plaatselijk een bui vallen, maar het blijft verder grotendeels droog met zonnige perioden en temperaturen die steeds weer boven de 25 graden uitkomen. De zomer blijft dus in het land. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.